mijn verjaardag. Ik weet niet eens de maand. Ik heb geen idee. Ik zeg gewoon 9 mei. Mijn verjaardag is 29 juni. Oh, het lijkt erop, joh. Ik wist het echt niet. Maar toen kende ik je ook nog niet. Nee, dat is waar. Ja. Zo. Ga je lekker dan? Ik ga het beleven. Dat was je verdiende loon. Oh, ik kom niet aan. Hoe heet mijn katten? Oh, dat weet ik. Nee, dat weet ik niet. Wacht. Ik weet die andere echt niet meer. Nee? Nee, toch? Ja. Puppy. Die loont dat was ze, ja. Ik verneer de helft van je hand, want ik had er één goed. Ja, jammer dan. Yep. Hoe heette mijn broertje en zusje? Ja, ja, nee, dat is ook een beetje een kat. Ik weet wel hoe oud ze zijn. Nee, dat hoor ik niet. Nee, waarom luister ik nooit naar je? Wacht, ik net ook. We moeten meer oog voor elkaar hebben. Ik hou mijn hand bij even weg. Niet? James en Rosemarijn. Ik heb geen idee. Dat is zo grappig zijn als ze zo heten. Dan heb ik medelijden met kinderen. Kom, hoe heet ze echt? Hugo en Babette. Hugo. Wil je nog een extra laag of zo? 3. Net of je een auto aan het wassen bent en zo, wow, glieke molie. Hoe heet mijn moeder? Mirjam. Lianne. Oh, dit zou zeker wel zwaar zijn dit. Wat? Zeker wel zwaar zijn dit. Wat? Wat vind ik het leukst om te doen in mijn vrije tijd? Met je ratten spelen. Fout, studeren. Nee, daar gaat niet van. Ik vind shoppen het leukst. Ik vind het dus echt niet zonde. Wacht niet zo lang. Ja, je doet het hele tijd heel snel. Nee, ik ben dol. Hoe heet mijn favoriete knuffel die ik al echt heel veel jaren heen? Ja, dat was gemeen. Daar heb ik nog nooit over gehoord. Nee, daarom. Doe een gok. Flappy. Oké, je krijgt een hint. Het is een schaap. Oh, sheep. Sheepy. Letter. Nee, je helpt er al. Ja? Een beetje een balletje van maken. Gatter! 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 Oké. Je vakantie, elkaar slaan en slaan. Wat voor een instrument heb ik wel eens gespeeld? Bam! Ik
weet niet waarom, op een of andere manier wil ik echt iets als klarinet of blokfluit zeggen. Oh, ja, jongen, bedankt. Piano? Ik ben zo blij dat je het hebt. Het was namelijk klarinet en blokfluit. Ik voel het gewoon vallen op een... Oké, hoe heet mijn moeder van mijn vader die dood is? Dus oma en dan de voornaam. Oma Betsy. Oma Leen. Ik kom er wel bekend voor. Ik schrok ervan! Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een duimpje achter als jullie het leuk vonden. En vergeet niet om te abonneren hier beneden. En reageer als jullie Sophie nog in de toekomst in een van mijn filmpjes wilt zien. En hopelijk zie ik jullie snel weer in mijn volgende filmpje. Doei!